Oké, dit is letterlijk de manier waarop ik scherp stel. En ik hoop dat mijn voet nu precies op de goede plek zit. Hoop ik. Hey, hey, welkom in de slaapkamer. Ik kan nu officieel zeggen dat er een paar duizend mensen in mijn slaapkamer zijn geweest. Charlie motherfucking Chaplin. I've seen modern times. Don't really know why this language turned into English. Anyway, het is een hele speciale week geweest voor mij. Namelijk, ik stond op de homepagina van YouTube. En dat is me vaker overkomen, oké? Ik kom wel vaker op de voorpagina. En dat vind ik tof. Dan zien extra mensen wie ik ben en wat ik doe. Maar deze keer was het wel heel speciaal. Ik stond namelijk onder de categorie dieren. Ik weet niet of dit een of andere message is van YouTube richting Kelvin van jongen, je begint een beetje te veel op een aapie te lijken. Allereerste Kelvlog serie was kutreclames, dus ik dacht van oké, waar kan ik weer een serie van maken, waar kan ik wellicht nieuwe dingen van zeggen en bedenken en zo. En toen dacht ik bij mezelf van hey, oké, je hebt kutreclames, maar waar komen die kutreclames dan tussendoor? Inderdaad, kutprogramma's. 1% is 2, jojo! Mijn Mattie Jordan, Jordan Belfort. Je zit hier, hè? Je zit hier. Mijn Mattie, je weet hoe het gaat, hè, Mattie? You know what I said? Inderdaad, fuck. En daarom presenteer ik met heel veel trots kutprogramma's. Ja! Nou, het eerste programma waar ik het over wil hebben, en de meningen zijn er heel veel over verdeeld. Overgrote deel van de menselijke bevolking vindt dit programma volgens mij niet bijzonder leuk. Maar toch vond ik het een leuke poging. Ik heb het over Utopia. Utopia. Op een gegeven moment hoorde ik van het programma en dacht ik van oké, het concept is tof, weet je, het is iets nieuws, kan best wel vet worden. Maar in de promo zeiden ze op een gegeven moment 15 mensen bouwen een nieuwe beschaving. We worden in een loods geplaatst zonder ook maar iets en moeten daarin overleven. Dus ik dacht wel vet, jagen dieren elkaar opeten en shit. Dus ik met heel veel zin de eerste aflevering kijken. Is het eerste wat ze zeggen, oh, jullie mogen nog naar huis om een hele fucking kist mee te nemen met allemaal dingen van thuis. Nou, what the fuck, hé. Oh ja, wij gaan heel erg moeilijk wordt het nu om te overleven, hoor. Ja, met een fucking PlayStation en een koelkast in je kist. Daarnaast heeft het programma ook iets wat mij helemaal niet bevalt. Namelijk de keuze van de intro song. Je denkt van, oké, dit is gewoon Transformers, Pirates of the Caribbean en fucking Lord of the Rings, maar dan een tv-programma. En het eerste wat je hoort als je het kijkt is dit. Had iets gemaakt van Utopia, de nieuwe Transformers, met allemaal Nederlandse sukkels in een loods, jojo. Dit is gewoon een fucking opvangtehuis met camera's erin en koeien. En het tweede programma waar ik het over, oh jezus, dit gaat niet goed vandaag. Het tweede programma waar ik het over wil hebben is Say Yes to the Motherfucking Dress. Ik snap niet dat je elke keer naar een aflevering van Say Yes to the Dress kan kijken, terwijl het elke keer precies hetzelfde is. Een of andere chick wil een jurk. Fucking logisch, want je gaat trouwen. Dus die chick neemt echt haar verste tantes en verste oma's mee. En oma's die al dood zijn, graaft ze op. Al die moeders daar op een rijtje, komt die chick eruit en dan gaat het als volgt. Nou, dit is mijn jurk. Het begint altijd met het feit van, nou, ja, die vinden wij allemaal bijzonder lelijk, zeg maar. Oh nee, ik vond hem juist zo mooi. Nou, dan probeer ik een andere. Gaat ze terug, komt ze eruit. Deze jurk vind ik niet mooi. Al die moeders op die rij. Oh ja, maar deze vonden wij juist wel heel erg mooi, hoor. Totdat ze op een gegeven moment de perfecte jurk heeft gevonden. Komen ze bij de kassa en dit is altijd het scenario. Oh, wist je wel dat die jurk fucking 10.000 euro is? Terwijl we eigenlijk maar 2 tientjes willen uitgeven aan de jurk. Hey, ik heb altijd zo'n hekel aan zulke mensen die dan zeggen van ja, maar we staan nu al bij de kassa, hè? Dus dan moet het maar. Kort maar krachtig, Say Yes to the Dress, halt van de buis, oké, okay? Wordt mijn leven beter, wordt waarschijnlijk het leven van elke man beter. Woe! We zijn lekker bezig, Kelvin, ik weet het, je weet het, je weet het. Tommy Teleshopping, oké? Okay? We weten het allemaal, zondagochtend zet de tv aan, op elke RTL-zender is Tommy Teleshopping. Het gaat me over één ding, shit verkopen aan domme mensen. Oké, okay, ik moet mezelf betrappen dat ik soms wel gewoon doorkijk, voor 15 minuten. Dan denk ik van, Kelvin, waar de fuck ben je mee bezig? Ga weer fucking Flappy Bird doen. Come on, come on. Oh yeah, baby. Oh, fucking Flappy Bird! Iedereen kent het verschil tussen als, oh, je hebt echt een kutproduct als je dit hebt. Maar ons product is supergoed. Wordt u ook altijd zo gek van dit? Wij hebben het niet. Les 1 is, dus als je iets kuts vergelijkt met iets goeds, gooi de kleuren dan gewoon helemaal kut. Bij het kutproduct ziet het er ongeveer zo uit. Wordt u ook altijd zo depressief van het dragen van rode petten? En bij het project wat je moet kopen ziet het er ongeveer zo uit. Daarom hebben wij nu een groene pet met daarop dope. Omdat die dope is en groen. Wat ik ook gewoon nooit begrijp is waarom die verkopers zo fucking hard schreeuwen. That vortex of jet hot air wraps 360 degrees around the food and locks in the flavor. Hey jongens, welkom. Leuk dat jullie kijken hoor. Naar een nieuwe Kelvlog, fucking leuk. Sorry, spijt me.
Buurman, volgens mij heeft die gast niet door dat er een camera is. Die denkt gewoon, oh, ik zit nou in Amerika en Kelvin naar Nederland kijkt. Dan moet ik vast wel hard schreeuwen. En als allerlaatste wil ik het hebben over Astro TV. We kennen het allemaal, leuke, rijpe, jonge dames. Oké, we pakken er gewoon even een bij, oké? Dag Ankie, wat kan ik voor je doen? Ankie belt naar de vrouwelijke versie van Tarzan, die te lang in de zon heeft gelegen. Algemeen graag. Goed, dan pak ik even mijn kaarten erbij, hoor. Krijg ik nou plotseling last van mijn maag of heb jij vaak last van de maag? Nee, schat, dat betekent dat je moet schijten. Oké. Ik zie twee dingen, kinderen en hondjes. Een klein bruin hondje. Je bent zelf een bruine hond, bitch. Ik krijg gevoel bij de hondjes eerst. Oh, Tarzan krijgt gevoel bij de hondjes. Ja, dierenporno is toch verboden? Oké, want ik heb hier de vrouwelijke Tarzan en die voelt graag iets bij hondjes. Ik krijg gevoel bij de hondjes. Oké, dus omdat Tarzan is opgegroeid door apen is het wel oké? Fuck dit! Zelf heb je nog nooit een hond gehad? Nee, ik heb nooit een hond gehad. Mijn zusje heeft een hondje, maar dat was een beetje beige-achtig. Ja, dat is een beetje wat ik zie. Zo'n bruin beige-achtig hondje. Oké, welkom bij de grootste bullshit ooit. Maar ik zag, ja, beige. Dat wou, oh, zei ik het verkeerd? Oh mijn god, oh, dat is... Oh mijn god. En ja. Zorg even een tijdje voor het hondje van je zus. Ze zullen je allebei heel erg dankbaar zijn. Het is zo mooi om te zien dat je belt voor je algemeenheid, oké? Je wil weten van, oké, wat gaat er gebeuren? Ik wil op zich wel weten, misschien word ik verliefd of zo. Misschien ga ik vet rijk worden. Spreek je iemand eindelijk aan de telefoon die je gaat helpen, zegt ze. Ja, zorg voor de fucking hond van je zus. Oh nee, dat wou ik niet weten. Ik wou weten of er iets heel speciaals ging gebeuren. Ja, maar zorg wel even voor de hond van je zus. Nou, ben je mooi klaar mee. En dat was de Kelvin van deze week weer. Laat even in de comments weten of je dit een leuke aflevering vond. En of je nog meer kutprogramma's van mij wil zien. Ik maak ze heel graag voor jou. Voor de rest kun je me volgen op Twitter en Instagram. @Kelvin. En dan zie ik jullie volgende week weer. Goodbye! Check him out.